Het aantal COVID-19-gevallen neemt steeds toe in ons land. Inmiddels staat de teller voor het aantal personen dat positief is getest in Suriname op 886. Daarvan zijn er 287 actieve gevallen. Het COVID-19-managementteam heeft de persmomenten van deze week steeds zonder reden afgelast. Het team was bezig met transitiegesprekken met de nieuwe coalitie die het roer zal overnemen. De nieuwe leiding zal niet in handen zijn van het Directoraat Nationale Veiligheid. Het is echter nog niet bekend hoe de samenstelling zal zijn. Het nieuwe team dat volgens afspraak morgen moet aantreden, zal merendeels de nadruk leggen op het gezondheidsaspect. Voor de inauguratie van de president vandaag is het volk opgeroepen om de ceremonie niet persoonlijk bij te wonen in verband met dit virus. Tijdens de inauguratie op het Onafhankelijkheidsplein zijn wel alle COVID-19 maatregelen in acht genomen. Tot nu toe zijn 581 personen genezen verklaard van deze zeer besmettelijke ziekte, terwijl 8 personen verpleegd worden op de ICU. 238 personen zijn nog in overheidsquarantaine en 10 personen die positief zijn getest worden nog steeds gezocht. Het COVID-19-virus heeft 18 levens geëist in Suriname.